Maar een droogscheerapparaat, dit is het ideale droogscheerapparaat. Ja, en daarom is het natuurlijk ook uit tussen de heren Lubbers en Voorhoeven. Joris Voorhoeven heeft gewoon een kokosmatcomplex. Ik neem als afscheid van u wat mij betreft. Pas goed op uzelf. En Joost neemt nog even de agenda met u door. Ja, en dat is deze week de agenda van Lebbis en Janssen I.O. Het duo won afgelopen zaterdag het Leids Cabaret Festival. En dat werd eerder ooit gewonnen door mensen als Jack Spijkerman en de groep Zak en As. De agenda van Lebbis en Janssen I.O. Dames en heren, goedenavond. Lebbis en Janssen I.O. bij Jongbloed en Joost. Een fantastisch programma. Hoewel, wij staan nog liever bij de evangelische omroep. Doe mee met de maker. En eigenlijk had hier Helene Pastoors moeten staan. Ja. Het contract was al rond, maar we hebben het allemaal op het NOS-journaal kunnen zien. Nationale fietsdag. Zij doen mee, wij doen mee. En zelfs 450.000 Chinese studenten zijn verwacht. Hebben een verkeerde afslag genomen. Ja, dan zitten we alweer bij zondag. Zondag is het moederdag. Zo heb ik voor mijn draagmoeder, die heeft het altijd wat moeilijk rondom deze tijd. Zo heb ik voor mijn draagmoeder een leuk foster parents kindje aangeschaft. Ah, is leuk, leuk. En ik heb voor mijn reageerbuisje van een bosje bloemen gekocht. Dat is leuk. Kijk eens eventjes. Maandag de 15e, aspergefeest. Aspergefeest, dat is in Broekhuizen. Nou, we weten het allemaal. De asperge. Dat is de enige groente waar Martine Bijl om erotische redenen geen reclame voor wenst te maken. Alsof je het dagelijks doet. Dan, heel belangrijk, een veiling, woensdag een veiling, is namelijk een veiling van alle 3425 mantelpakjes van Nelly Smit-Kroes. Een lange tabbetje, waar anders. En dan donderdag een congres. Dat is niet zomaar een congres, dat is het VVD-partijcongres. Een ingelast congres om uit te vinden of er in deze partij nog twee leden zijn die geen ruzie met elkaar hebben. En zo ja, of er dan nog één zetel te behalen is. Nou, we zien het. Jo van der Ende heeft niet alleen alle programmamakers weggekocht, maar hij is nu ook al bezig om de requisieten mee naar huis te nemen. Gaat wat ver, Joop. Ja, vanwege deze problemen, volgende week geen Jongbloed en Joost. Ah. Maar wel, Actua Export. Ja, zegt mij ook niks. De week daarna, zij zeiden weer, dan zonder ons. Dank u wel. Martijn? Ja? Waar blijf je nou? Ik moest even bijspringen met de telefoon. Aan het werk. Helpen. Aan het werk. Likken weer. Oh, ja. Dan ben ik dol op. Een beetje snel graag. Troskompas. 020-802-802. Wat is dit nou? U kunt bellen. Zitten we die bananen... Ben je niet aan het opnemen? Een jaarabonnement kost 54,40. Als u nu belt, ontvangt u Troskompas voor 2 tientjes tot 1 januari 1990. 020-802-802. Hi, I'm Charles Gibson. And I'm Joan London. And next week we'll be in Holland and we look forward to seeing you. And we'll see you next week on Tros.